Meneer de eerste minister, dat voor uw coronamaatregelen een wettelijke basis ontbreekt, dat zeggen wij al lang. En wij niet alleen. Alle grondwetspecialisten waarschuwen al maanden dat die maatregelen op juridisch drijfzand gebaseerd zijn. En het gebeurt zelden dat die het allemaal ergens over eens zijn. Het is dan ook geen verrassing dat de Brusselse rechtbank van eerste aanleg dat gisteren heeft bevestigd en deze regering oplegt om binnen de 30 dagen die wettelijke basis te voorzien op straffen van een dwangsom van 5000 euro per dag. Die uitspraak is een blamage voor u, meneer de eerste minister. Want u heeft nooit naar die waarschuwingen willen luisteren. Integendeel, u ontkende dat er een probleem was. U heeft zelfs in februari nog gezegd dat de pandemiewet juist voor juridische onzekerheid zou zorgen. Terwijl er vandaag volop rechtsonzekerheid is. Chaos die u zelf creëerde. En ik had dan ook verwacht dat die uitspraak van de rechtbank een les in nederigheid zou zijn voor deze regering. Maar helaas, het kan uw totalitaire vicepremier Frank van den Broeke duidelijk niet schelen. Ik ben niet onder de indruk, was zijn ongepaste reactie. Hij duwt dat vonnis gewoon opzij. Hij heeft net niet gezegd dat het voor zijn part verbrand mocht worden. Zeg maar aan uw onverkozen minister van Volksgezondheid, meneer de eerste minister, dat het virus dat niet graag heeft, dwangsommen en schadeclaims. Dan begrijpt hij misschien de ernst van onwettige maatregelen. Minister Verlinden heeft gisteren al verklaard dat er beroep gaat aangetekend worden. Dat is in principe niet schorsend. Vandaar mijn vragen voor u, meneer de eerste minister. Gaat u die lopende maatregelen voorleggen ter stemming in het parlement? Gaat die pandemiewet onverwijld volledig herschreven worden, zodat er nog tijdig een wettelijke basis kan komen? En gaat u die ongrondwettelijke avondklok binnen de 30 dagen afschaffen? Meneer de eerste minister, u heeft een slechte Russische tolk. Het echte gezegde is: bid tot God, maar vertrouw op uw gezond verstand. En laat dat net zijn wat deze regering lijkt te ontbreken. Ik zeg het u al sinds oktober en ik zal het nog eens herhalen. Uitzonderlijke situaties behoeven inderdaad uitzonderlijke maatregelen. Maar in een rechtsstaat moeten die wel op een correcte manier gebeuren met wettelijke basis. Vrijheidsbeperkende maatregelen kunnen niet via ministeriële besluiten zoals hier al een jaar lang gebeurt. Voorbijgaan aan het parlement, dat is een rechtsstaat en een democratie onwaardig. Handel daar dus eindelijk naar. Stop met je therapeutische hardnekkigheid. Onderneem actie. Zorg ervoor dat het binnen de juiste termijn gebeurt. U opgelegd, jammer genoeg, door de rechtbank. Want de bevolking heeft daar na een jaar geknoei meer dan recht op.